krijgen vandaag een viswedstrijdje. Helemaal sleeën. Hoppatee! Vis! Zag je hoe snel hij schept? Ja, hangen! Lekker hoor! Wat ruis daar. In het struikgewas. Ja, Jan ook! Nog een hoek op! Ja hoor. Omhoog houden. Netjes, Noah heeft erin. Wat heb je? Oh, een dikke. Kijk. Is iedereen klaar voor? Yes. Oké, fijne wedstrijd. Succes. Hey, hallo. Wie hebben we hier? De enige echte. De enige echte. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier bij Henk van den Hengel samen met de maestro Chris Meister. En wij gaan vandaag een viswedstrijdje helemaal sleeën. Zeker. Ja, ik heb mijn witvis-expert, vismaat, koning van Shimano, die heb ik mee vandaag. En we gaan vandaag lekker vissen. Ik heb er heel veel zin in. We organiseren vandaag weer een wedstrijdje. Dat gaat heel leuk worden. Maatje Kevin staat er ook. Waar stakelaars? Represent. Vandaag zijn het brazemtakelaars. Ja, ik hoop het voor ze. Ik hoop het, ja. Maar goed, in ieder geval, we hebben een leuk plannetje. We mogen vandaag brazems, karpers, windes en rookblijen vangen. Dit is allemaal witvis. Ligt allemaal ver wel uit elkaar qua hoe je ze kan vangen. Dus leuk. Verschillende technieken gaan vissen. We beginnen zo meteen op het Valleikanaal. We gaan lekker hier in de buurt vissen. Nee, wij blijven een beetje in de buurt, zoveel mogelijk, totdat we de roofblij kunnen vangen. We gaan proberen gewoon alle vier de soorten te vangen. Ik heb Chris mee, een van de grootste witvis-experts die ik ken. Nee, Chris is echt een witvis-wedstrijd-expert, commercial-expert, karperkoning, dat soort dingen. We gaan lekker feederen, we gaan lekker penvissen, we gaan veel vis vangen, hopelijk. Het is onwijs lekker weer. Dus ik heb in ieder geval zin in. Ik ga het snel afronden hier zo, want ik moet naar binnen. En dan gaan we zo beginnen met de wedstrijd. Ik hoop dat jullie zin hebben. Geef vast een likeje. Dit wordt vet. En ik ga ook een aantal vette reeltjes maken. Komen allemaal ook op het Shimano Instagram kanaal. Dus volg die alvast even hieronder. Binnenkort weer leuke giveaways. Meer ga ik even niet verklappen. Komt aan het eind van de video. Heb je een beetje zin in, jongen? Zeker. Lekker, man. Zeker. Ook wel gezellig, man. Ik heb echt zin in. Ja. De laatste keer dat we samen in de video hebben gevist was op Baarzen. Dat is wel een tijdje terug, ja. Dat is wel 3 weken terug. Ja, dat is al wel lang. Nee, zeker. Oh nee, trouwens. Ja, misschien weten jullie nog wel het momentje. Dat was het momentje dat Chris zei. Leg hem daar even in. Voor dat bootje daar. Zo. Ja, voor het bootje. En toen binnen 5 seconden 1 meter nog wat snoek. Dat was lekker. Dat was lekker. Ja, dat was de laatste keer. Joh. Ja. Dat is lang geleden. Zeker. Morgen, mannen. Zijn jullie klaar voor? Ja, zeker. Zin in? Ja, ja. Veel vis vangen? Zeker. Mooi. Dat hoor ik graag. Kijk, de deelnemers staan lekker te wachten. We gaan even aan Tobias vragen of hij zometeen het muziekje uitzet. Want die... Yo, baas. What's up, man? Goedemorgen. Lekker. Twee petjes. Kijk. Zo. Hopla. Even kijken, ik heb voor jou. Hey, Cher, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Mooi. Heb je er zo ook zin in? Ja, echt wel. Ga je weer winnen? Sowieso. Ja? Ja. Dat zou mooi zijn. Lekker. Nat nek. Het is weer goed geregeld, jongens. Als je er nou vandaag niet bij bent met de wedstrijd, schrijf de volgende keer in. In juni of juli komt er weer een streetfishing wedstrijd aan. Wordt ook weer heel erg leuk. Die is meestal wel heel snel vol. Dus als ik die aankondig via mijn Instagram kanaal, schrijf je dan snel in. Want vol is vol. Vorige keer hadden we volgens mij binnen een uurtje al 40 aanmeldingen. Ja, we hebben plek voor 40 teams. Dus. Even maar op. Deze man doet alvast even het inschrijven. Ja, gaat het allemaal goed? Ja, zeker, man. Lopen. Lekker. Maat. Goedemorgen. We zijn team nummer 3. Ik ben Daniel en ik hou van filmen. Goedemorgen allemaal. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. We hebben echt ontzettend lekker weer. We gaan, zoals jullie weten, zo meteen weer lekker een wedstrijdje vissen. We hebben 4 doelsoorten. De moeilijkste zal waarschijnlijk zijn roodblij. Maar hier in de buurt zit heel veel winden, karper, brazen. Ik heb wat stekken naar jullie doorgestuurd, maar jullie weten vast ook jullie eigen stekjes hier in de buurt. Mocht je dat niet weten, gebruik de stekkenkaart die ik heb gestuurd. Mijn tip zou zijn, focus eerst op de makkelijke soorten zoals brazen en karper. En mocht je dan nog tijd over hebben, ga dan voor die windes en die roodblijen. Roodblijen zou je hier bijvoorbeeld een Amersfoort kunnen vangen bij de stuw. Wat even belangrijk is, hebben jullie allemaal een appje binnengekregen van Tobias op de telefoon? Een van de 10 kettens? Ja. Ja? Als je een vis hebt gevangen, leg hem even op het haakmatje met link ernaast. Maak een foto met deze ernaast. Dan kunnen wij zien dat de foto vandaag is genomen, want iedereen heeft zijn eigen teamkaartje. Als je die teamkaart vergeet, kan ik de foto niet goedkeuren.
Jullie hebben tot en met 3 uur om te vissen. Alle foto's die na 3 uur zijn genomen tellen niet mee. Per vissoort tellen de 3 grootste mee. Vang je 4 brasems, tellen de 3 grootste brasems mee. Ik zou zeggen, ga lekker naar buiten. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video van Daniel's camera. Vandaag hebben we Daniel's camera gejat. Oh, kut. Het is nog geen 8 uur, dus we mogen de camera nog niet stelen. Daniel, mis je nog wat? Is iedereen klaar voor? Yes! Oké, fijne wedstrijd, succes! Vang een dikke! Vang een dikke! Oh! Ja, daar gaan ze. Komt goed! Lekker man! Wij kunnen gewoon heel rustig doen, weet je? Wij hebben geheime technieken. Precies! Of tactieken? Ja, allebei! Komt goed. Hey, heb jij nog stekker voor ons? Want wij hebben geen idee waar wij moeten. Ik heb gisteren een stekkerkaart gemaakt en in de boek gestuurd. Oh, nice. Alle deelnemers. Lekker maat. Stekkerpeter.nl. Hey, ik stuur je straks wel even door waar wij zijn. Dan kan je even helpen met filmen. Ja, is goed. Jij gaat even met Sharon dingen mee om het op te zetten? Ja, ik denk dat ik daar... Doe dat maar. Wij redden onszelf. Wij zitten de brug ernaast. Heb je zo'n film van? Een brug te ver. Oh ja, shit. Ja. Goed. Wij gaan onze spulletjes pakken. Gaan we lekker vissen, maatje. Zin in. Leuk. Ja, we gaan ervoor, maat. Zo, klaar voor. Let's go! Zo, dan gaan we weer rechtdoor over de rotonde. Dan vervolgen we onze weg. Jazeker. Als ik niks aangeef. Ja, zeker. Kijken links, rechts, links, rechts. En dan gaan we hier naar rechts. Dan gaan we rechtdoor. Hier pittoresk. De nieuwbouw van Leusden. Prachtig mooi. Het lijkt wel een gevangenis. Je kijkt naar je, het lijkt er wel een hele gevangenis. Ja, is het ook. Hij is Leus de Baas. We wonen allemaal oude mensen, hè? Ja, Leus de Baas, we wonen allemaal oude mensen. Ik heb allemaal vastgegeten. Dat lach je ook, jongen. Sorry. Ik ben niet zo Mudley, de sniffering hound. Ken je die nog? Ja. Dat lag uit de netwerk. Dastardly. Mooi toch? Ik hou ervan. Tekenfilmpjes. Mijn leven is één grote tekenfilm. Ja, is het ook. Daarom ben ik met jou op pad. Wat? Daarom ben ik met jou op pad. Oh, ja, zeker, zeker. Even kijken, hier moet doen naar rechts, denk ik. Ja. Ja, gok ik. Ja, toch ja, niet. Ja, goed. Ja, maar, Hé, jullie gaan toch niet naar ons stekkie, hè? Stekkerpezers! Ja, joh. Volle bak. Mooi fietsje, hè? Ja, maar je hoeft echt Amersfoort gewoon niet uit, hè? Hopla. Hopla. Moet dit allemaal mee? Nee, toch? Echt eraan wat we nu gaan doen. We gaan pennen. Pennen. Oké, nu gaan we. Ja, pennen. Laten we gewoon pennen. En dan als dat echt niet werkt, dan kunnen we altijd nog een feeder erbij pakken. Zo. Dat is een puikhengeltje. Kijk uit voor de fietser. Oh nee, fiets niet door. Nou, dan staan we dan in de stad. Ja. Waar begin jij mee? Ik vrij snel. Ja, even met een pennetje. Ik zal hem even snel peilen, even wat voeren op de stek. Pelletwekkler hengeltje. Ja, het is een wat langere pelletwekkler hengel. Maar dat is mooi, want dan kan je ook gewoon mee op brasem en zo vissen, weet je wel. Perfect. Ja, dus dat is voor mij ook al een heel fijn penhengeltje, omdat hij tweedelig is. Dus ik heb hem heel snel opgetuigd. Ja. En ik heb nu gewoon een beetje een oldschool wekkeltje erop. Ja, mooi. Maar dat is voor de brasem en zo, is het perfect. Perfect, zeker. Ja. En het leuke is, ik heb natuurlijk vandaag Chris bij me en ik vertel altijd wel een beetje wat over mijn hengels. Maar Chris die weet dus echt alles van deze hengels. Dus dat is ook wel leuk. Ga jullie vandaag wat meer details geven over de hengels waar wij mee vissen. Chris die kan je precies vertellen waarom hij wel goed is, waarom hij niet goed is. Misschien kan hij ook vertellen van, nou, als je een kleiner budget hebt, kan je naast deze hengel misschien ook die pakken. Die lijkt er een beetje op. Dat soort dingen is wel leuk. We gaan vandaag ook even wat dieper in, dus op de inhoud. Denk ik dat het heel interessant is. Ik hoop dat jullie dat ook interessant vinden. En anders een beetje pech. Sowieso. Nu gewoon heel simpel, met een warteltje, dan schuif het op de hoofdlijn. Ja. En dan gewoon een siliconen stoppertje. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik met een pelletwekkeler zou doen. Het is gewoon een heel simpel systeem. Kijk, ik doe 2 aan de onderkant. Toevallig een andere kleur, maar dat maakt niet uit, want het is gewoon hetzelfde materiaal. Dus gewoon een siliconen stoppertje. Kan je hem, als je hem wil, kan je hem blokkeren op de juiste diepte, dan blijft hij vastzitten. Ja. Maar in dit geval is het misschien wat dieper dan dat ik normaal zou willen. Ja. Dus dan gebruik je dat stuitje dat hij daarop stopt. He, dus dit is de diepte zo meteen. He. Ja, dus als je hem uitpeil en hij zit mooi zo, dan is het perfect qua diepte. Dan stopt hij daar ook op. En als je dan in wil gooien, dan zorg je dat je die stoppetjes gewoon een heel stuk lager doet. Dat het comfortabel werpt, dan gaat het dobbertje naar beneden. Kijk, ik heb nu 4 loodjes als bulkje tegen de onderlijn aangedaan. He. Dus ik heb hier een lusje zitten. Dan heb ik mijn onderlijn lus in lus aangedaan. Maar als ik nou wil dat straks mijn aasaanbieding anders wordt, dan verplaats ik ze gewoon een stukje uit elkaar. En dan valt het wat natuurlijker door het water heen. Maar in dit geval, omdat we brasem willen vangen, mag het wel. Het wel gewoon bij elkaar te houden. Bulkie is prima. Ja. Mooi man. Nou, dan kun je hier wat langer onderlijntje nu. Ja. En een klein haakje. Ja,
Ja, dat is eigenlijk een onderlijntje ook voor het vierderen. Ja. Een klein haakje. Ja. Dan kun je mooi een paar kassetjes of een paar maaien of een stuk worm aandoen. Nou, perfect man. Ja. Laten we snel wat voeren. Ja, gaan we doen. En dan gaan we knallen. Zo, je hebt mooie lokvoederballen gemaakt. Ja, op een bedje van ebbenhout heb ik dit klaargemaakt. Ja. Met ingrediënten all over the world. En dat is echt helemaal vegan ook. Oh nee. Nee, dat is van kip. Maar in ieder geval. Waar wil je ze hebben? Malen erin. Ja, gewoon... Ja, daar. Ja, daar ongeveer. Kijk, het is belangrijk dat je de juiste... Ik heb jarenlang op topniveau gebold. Kijk, dat kun je zien, hè. Als je gewoon heel lang gebold hebt, dan krijgen ze gelijk al pop-op, karambol. Heb het je allemaal erin. Lekker. Willen Brasems winders op de stek krijgen? Mooie snoekbaar stek trouwens ook dit. Die maden gooi ik zo helemaal daar. Die stromen we heen mee. Perfecto, perfecto. Nou, maatjo. Gaan we. Zag je hem? Ja. Was er naar... Dat is een wind, hè? Ja? Ja. Ik zeg, hey, je wint er niet zo op. Ja. Chris Maestro. Heb je beet? Zeker. Mooi vis? Ja, heel even over dat stekje laten driften. Geen belang voor in is dit. Hé, hey, Maestro. Je hebt een mooie vis volgens mij, hè? Platten. Zo! Joekel, jij mag zo meteen even uitleggen hoe je hem hebt gevangen, want dat heb je op een hele leuke manier gedaan. Ja! Komt u maar. Heel nice. Dat is een mooie vis, man. Lekker. Laat hem maar eens even zien. Zo. Kijk eens. Een mooie vis. Ja, toch? Goed bezig. Afgerond 54 centimeters. Ja, daar gaat hij. Lekker, man. Goed bezig. Chrismeister, hoe heb jij nou die vis net gevangen? Wat is de tactic? De tactic? Nou ja, je laat er eerst even de dobber gewoon op de stek staan. Ja? Dan hou je hem een klein beetje tegen. Doe je beugel open. Ja. Vingertje erop. Een keer, geef je hem ietsjes lijn en dan laat je hem driften. Hoppatee! Vis! Nou, zo dus. Vis, winden. Het is een winden. Hier. Toon. Ja, ik, nou zo dus, Daniel. Ik zei toch goed, moest. Ja, hij legt het allemaal uit. Dat is eigenlijk een schepper voor mij, Maarten. Hier, Hartloos, hij loopt de kop schudden. Hopla. Super vet dit. Ik ga er net... Christy was het dus net haarfijn aan het uitleggen. Zag je hoe snel hij schept? Lekker man. Mooie winden. Ja, toch. Chris was net aan het uitleggen, zij is een beetje aan het driften. We laten de dobber een stukje meegaan. En dan op een gegeven moment pakt hij een beetje bodem, dan hou je hem tegen. Komt het aas een beetje omhoog in de stroming. Lijn weer hangen, komt hij omhoog. Dus je wilt het aas een beetje laten stuiteren over de bodem heen. Actief vissen. Nou, dan kan er dus ook zo'n mooie wind tussendoor lopen. Brazen. Kunnen jullie de box nog even doen? Toon, jij mag wel blijven, je brengt geluk, maat. Ja, toppetje. Nou, veel succes verder. Ja, thanks man. Doei. 47 centimeters. Lekker hoor, 47. Altijd fijn. Nummer 2. Lekker. Tweede vis is binnen. Nou ja, zoals we dus aan het uitleggen waren. Aas laat je naar de bodem zakken. We zijn continu aan het voeren. Maatjes, beetje voer, een beetje maden, een beetje voer van een vis. Dat is mooi. Ik vis vandaag met de Vengeance Float. 13 voeter. Dus een 3,90 meter hengeltje. Maar ja, ik kan er natuurlijk wel zelf wat over vertellen. Maar waarom zou ik dat doen als ik meneer Shimano hier heb? Kijk eens. Ja, het is eigenlijk een hengeltje gemaakt gewoon voor het pinvissen op kleine karpertjes. Het is een driedelige hengel, zodat je hem wat compacter mee kan nemen. Hè. Veel mensen die gaan pennen, die gaan met de fiets. Dus dan kun je hem wat compacter meenemen. Ja. En het is een heel zacht hengeltje, dus het is een beetje vergelijkbaar met een matchhengel. Alleen je kan wel aan de ogen zien. Het zijn iets grovere ogen, omdat je ja, op karper heb je iets meer geweld dan dat je gewoon op een voren of op een brazen vist. Ja. Dus het is een heel allround hengeltje en lekker zacht. Dus elke vis, maakt niet uit of je nou een keer een ruisvorentje vangt of wat dan ook, je hebt altijd wel sport. Ik denk dat Daniel wel in andere video's ook heeft laten zien dat hij er ook mee... Ik kan er ook hele grote vissen mee. Ik kan er ook hele grote vissen mee. Ik heb er een 4000 op, een LT-gaatje, zit goed slippie op, dunne nylon, 1600ste. Dat doet de truc. Ja. Hangen? Ja. Vis. Lekker man. Oh, lekker man. Ik ga gelijk even het schip betalen. Dikke platten. Lekker! Nou, het begint ineens te lopen. Ze zitten vol op het voer. Ik vang nou in 2 minuten tijd 2 vissen.
Nog één brasem en dan gaan we over op de karpers. Eén brasem, Chris. Dan gaan we naar de karpers. Die andere ring. Mama. Tobias en Kama's is niet echt een combootje, man. Nee. Vijftiger. Lekker, man. Mannetje dit keer. Kan je zien aan de pijpukkels. Hij heeft op zijn kop heeft hier pijpukkels zitten. Dat zijn een soort van hoornachtige uitsteekseltjes. Hij wordt wat ruwer. En daarmee wrijft hij tegen die vrouwtjes aan, krijgt hij een beetje grip op die vrouwtjes. Het is best wel smerig om te zeggen, maar krijgt hij heeft geëjaculeerd. Lekker. Ja, dan krijgt hij een beetje grip op de zaak. Maar gelukkig heeft hij genoeg zaad om nog meer vrouwtjes te vruchten. Ja. Dan een beetje meten. Het is altijd leuk dat brazen vissen. Ja. Je weet nooit wat je krijgt, hè? Ja, zo'n kum op mijn hand. Een 54. 54? Nog een 54. Lekker hoor. Lekker man. Nou, deze is dus nog niet afgepaaid. Je kan nog een rondje. Heel veel brazen die paaien ook meerdere rondes, hè? Niet allemaal in één keer. De derde ronde. Het goud terug. 54. Derde vis. Lekker maat. Wij gaan goed. Het heeft even geduurd voordat ze op voer kwamen. Maar nu loopt het. Kom maar even mee. Kom maar even mee, Tobias. Kom maar even mee. Kijk, dan kan je er nu dus inzoomen met die lens. Ja, zo. Hoi, yo. Hopla. Weg is die. Dakar. Ga je moeder halen. Henk van de Hengel. Tik hem aan, ouwe. Jij gaat die meiden even helpen? Ja man. Is goed maatje. Even kijken of het gaat. We gaan zo meteen over op de karp als we nog één brasem hebben. Ja. Doe ze de groeten. Doe ik. En ik hou jullie op de hoogte. Ja, en er wordt vis gevangen, hè? Niet ja, alleen door ons. Het gaat aardig goed. Ik hoop dat die jongens ook wat vis gefilmd hebben. Ik hoop dat ze die karp ook gefilmd hebben. Moet je even vragen aan Luca. Ja, dus we gaan het zien. Lekker. Ja toch? Mooi weertje in ieder geval. Heerlijk man. Zie je zo maatje. Ja, zie je zo. Yo. Ondertussen bij andere deelnemers. Plekje. Ik heb er eentje met bolies uitgelegd, eentje met metal. Staat er netjes bij. Voer on! Eerst mais, je weet. Aan een beetje op rechts, aan een beetje op links. Eerste vis is binnen. Braaspie van 50. Fotootje schieten. Ja hoor. Omhoog houden. Netjes, Noah heeft erin. Ja, hij kan niet verder gedraaid worden. Yeah! Goed hoor. Nou, dan gaat hij terug, Heel cool. Laat hem maar gaan. Hoppa. Hey. Wat goed, joh. En nou? Wat heb je? Oh, een dikke. Kijk. Goeie, hoor. Rustig aan, rustig aan. Sleep maar in het net. Ja, hebben. Yo. Oh, dikke lippen. Superlippen. Maat, tijd om te verkassen. Verkassen. Lekker. Hey, de wat, hè? Wat denk je? Is er wat gebeurd? Ze gaan Henk van de Hengel aanhouden. Hij heeft geen vispas bij zich. Hij heeft zijn vispas vergeten. Henk, de kom er nu. Werk je trouwens bij het vissen callcentrum? Zeker. Dat je daarom je hakensteker. Zeg dit maar. Ja? Nee, ik zou het niet doen. Gewoon rustig worden, blijven ademen, tien tellen, als het niet kan tot drie, gewoon rustig blijven. Het gaat allemaal goed. We hebben in ieder geval een mooie score, we hebben al drie vissen. Als we elk stekje nog drie vissen vangen, dan gaat het goed. Ik vind het juist leuk, want ik doe nu allemaal dingen die ik normaal niet zou doen. Nou, dat is mooi. Toch? Ja, soms is het best leuk om dingen te doen die je normaal niet zou doen. Ja, maar zeker, ja. Want... Hey, klatser! Daniel 10.000 volgers kwijt. Ja, hangen. Lekker. Lekker hoor. Wat ruis daar in het struikgewas. Ik dacht dat het een Daniel was. Wat ruist het door het struikgewas. Ja, we zijn nu bij een plekje aangekomen waar best wel veel karper zit. Oh, dat slippie altijd, jongen, van die Vanvoort. Lekker geluidje. Lekker hoor. Lekker geluidje. We komen nu op een plekje aan. Ik zei tegen Chris, hierachter heb je een vijvertje. Daar verderop heb je nog een vijvertje. Dan kan je heel mooi met een metal feeder zitten. Ik zei, ik wil eigenlijk heel veel in het hoekje kijken. Je hebt hier zo'n mooi vuil hoekje, ligt allemaal troep. Wat rietstengels.
Ik zeg, daar zit nog wel eens een karpertje in. Die kan je vaak makkelijk vangen met de korst. We komen hier aan, we zien al een vis. Zien we aan het oppervlak een beetje happen. Ik zeg, die gaan we vangen. Nou, er zaten er 2, 3 eenden in de buurt. Dus ik denk, ik voer die eenden even een boterham. Nou, toen kwam alle eenden van Amersfoort. Die zijn een beetje moeten wegjagen. Ja, die hadden blijkbaar een besloten feestje hier in de hoek. Ja, niet normaal. Heel strak onder het kantje 2, 3 korstjes gegooid. Nou, uiteindelijk kwam die karper er toch op. Voordat, we waren eigenlijk net klaar met alle spulletjes klaarmaken. Vissie. Lekker hoor. Eerste karpertje van de dag. Even afdrillen. Ja. Hoppa, mooi vissie hoor. Leuk korstje. De eerste karper van de wedstrijd. Top. Nou, moeten we alleen nog even meten. Ja. 52. Nou, dames en heren. Mooi vissie. Oh. Oké. Ja. Is ook een manier. 1 minute 37 seconds later. Dit is echt niet normaal. We zijn eigenlijk nog niet eens begonnen, man, kill. Jij ligt nog niet eens in. Nee, ik lig nog niet eens in. Nee, jij zijn nog. Leg hem er eens even in. Urban Feeder Fishing. Vet, man. Aero X1. Hoppa. Nieuw molentje. Vierde engeltje. Aero XR. Vierde molentje. Lekker, hoor. Waar zit hij? Oh, zit hier. Sterk ook. Sterk werk. En gek gozer. Ja, jammer ook. Op mijn hoek op! Nee joh! Ik zei dat er veel karpers had. Nou, dan kunnen we stoppen met karpen vissen. Ja, kunnen we gaan... Dat was niet groot, hè? Deze kunnen we scheppen. Karpuru! Karpuru, van de streets van Amersfoort. Ja. Echte straatvechten deze. Ja, dat was het zeker, ja. Dat ging er vandoor als een jacko. Dag 52. Ja. Chris, jij bent een witvissengoeroe. Heb je nog wat leuke tips voor het vierde vissen? Kijk, als je nou op zo'n watertje als dit zit, waar echt heel veel mensen vissen, moet je altijd zorgen als je ingegooid hebt, dat je eerst je lijn helemaal afzinkt. Hoe doe je dat? Nou, als je ingegooid hebt, ja, hou je je top onder water. Ja. Dan pak je tussen je startoog, ja, en je molen. Ja. Pak je een klein beetje lijn. Ja. Meer spanning breng je er eigenlijk niet op. En dan wacht je net zo lang tot je die lijn onder water ziet gaan. Ja, want in het begin ligt hij op het oppervlak en dan zie je hem zo vroeg zo ondergaan. Ja, want je wil niet dat hij met het vierde beweegt. Die moet gewoon op dat plekje waar jij hem gegooid hebt of neergelegd hebt, dan moet hij gewoon blijven liggen. Trek je dus die lijn ietsjes onder water. Ja. Het voordeel daarvan is, je hebt gelijk een klein beetje slack uit de lijn gehaald. Ja. En als je hem dan op de steun legt, kijk, je ziet nu, ja, mijn top is bijna gewoon recht. Ja. Wat de meeste mensen doen zeg maar dit. Dat die top helemaal zo krom gaat staan. Ja. Dan komt er veel meer spanning op de lijn te staan. Ja. Maar je wil juist, eigenlijk wil je met een slappe lijn vissen, maar je wil ook kunnen zien als die vis naar je toe komt. Dus wat je eigenlijk doet is een soort compromis vinden tussen een slappe lijn en hem helemaal strak. Nu staat hij gewoon netjes onder spanning. Als, ja, hij zich nu haakt, hangt hij er gelijk aan. Ja. En omdat die lijn helemaal over de bodem heen loopt, heb je ook minder last van lijnen. Dus en ze schrikken ook niet van je lijn? Nou ja, als er heel veel dressuur zit, zoals op zo'n watertje binnen in zo'n wijk, mega veel dressuur, dan wil je juist zorgen dat die vis gewoon rustig kan gaan azen. Dus dan moet je gewoon, daar moet je gewoon op aanpassen. Ja. Dus en die strakke lijn is helemaal niet nodig voor het haken ofzo. Hij haakt zichzelf gewoon op het gewicht van die method feeder. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Goeie tip, mijn dank is groot. En de struik wat ik gebruik. Ja, nu ziet iedereen wat voor aas ik gebruik. Ik gebruik struik. Ja, onder die tak. Ja. Ja, hij is aan de tak. Ja. Ja. Prachtig visje dit, Chris. Mooi donker. Super nice. Super nice. Op de tak gevangen. Ja. Nou, dat is ook een kunst. 47. Ladri. Nou, maat. 3 karpers. Lekker. Dan binnen no time ook. Ja. Laten we verder gaan naar de winters. We gaan dit opruimen, want we hebben geen karpers meer nodig. Uitgespeeld. Ja, uitgespeeld. We zouden ze nog kunnen upgraden. Ja, maar ja. 5 of 10 centimeter upgrade of elke volledige vis een upgrade. Ja, gaan we doen. Ja. Hey, maatje. Hey, vriend. Kom jij ook hier in de buurt? Ja, kom je even wegjagen. Ja, wij gaan verder. Ik wens jou veel succes. Dankjewel. Ondertussen bij andere deelnemers. Komt ie. Helemaal niet moe. Hier, feisty little one. Gaat ie.
Prachtig beestje. Hoppa. Nog één karper, dan zijn we er. Zo. Per zin in, man. Oh, wat valt zo. Ja, man. Hebben. Hoppa. Oh, deze is wel groot. Dit is een grote. Lekker, pik. Hoppa. Hoppa. Kijk hem gaan, jongen. Wij zijn lekker bezig, moet ik zeggen. We hebben 3 karpers. We hebben 2 brasems. We hebben een winde. We hebben ervoor gekozen om een verre stek te pakken. Omdat we daar kans hebben op zowel winde als roofblij. De truc is nu, Chris. We maken een korstenspoor. We maken een korstenspoor van witte en van bruine. Maar een kostje spoor van. Ja, daar. Oh. Zit er een hier heel rustig te azen? Oh, ja, en een meter van mijn korst. Chris. Ja. Ik denk dat we maar teruggaan. Denk je niet? Ja, hoe lang hebben we nog? 5 minuten. Dikke roofblij net. Precies op dat moment komt de kraai weer terug. Ja, echt dikke roofblij net. Dikke 70er. Pak je even 2-3 korsten. Zo er niet. Oh, hier daar. Hey. Daar. Nou, kunnen we even snel kijken. Zo gast. Zinkend had je hem of niet? In de laatste seconde van de wedstrijd. We willen teruglopen. Wat denk je? Wat denk je? Dikke winden. Dikke winden. Zo, dit is echt een unit volgens mij, jongen. Had je hem nou zinkend gevangen? Ja, ik zag dat hij. Oh, wat een kerel! Ik denk ik laat hem er ietsjes onder gaan, weet je? Ja. Omdat ze zo schuchter zijn. Ik wil hetzelfde gaan pakken hier. Ja, nou, dat was een goed idee. Hij liep ook gewoon een lijn strak hoor. Ja, mooi. Geniaal. Hij moet alleen nog een nek hebben. Hij ligt hier. We hadden hem al meegenomen. Zo, dit is een unit gast. Dit is een Yukon. Ik heb hem! Lekker hoor. Kijk dan, wat een ding hé. Zo, oh, dit is een bak van een windhast. Niet normaal. Lekker hoor. Heel vet. Niet normaal man. Heel vet. Mooi dat je die nog even zo het laatste minuutje meepakt. Ja, dat is toch geniaal. Ja. En dan voor zo'n kasteel. Ja, dat is toch vet. Ik ga er een fotootje mee maken. Zo, daar komen ze. Ze komen allemaal binnen. Nee, jij moet ernaast staan. Want jij moet de prijs om uit de delen. Heb je lekker gevist, man? Dames en heren! Yes! Hey Henk, hou eens even je mond. Ja Henk. Goed, mega lekker weertje gehad. Maar bijna iedereen vis gevangen op 1 team lang. De meeste teams hebben al een aantal mooie vis gevangen. Ik heb heel veel karpers voorbij zien komen. Windes, brasems. Ja, volgens mij hebben jullie goed je best gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Ik hoop ook dat jullie zelf een klein beetje gefilmd hebben met je telefoon. En dat naar mij willen opsturen. Dan kan ik dat meenemen in mijn vlog. Ja, ik wil graag beginnen met de prijsreiking. We gaan beginnen met de grootste vissen. Waar zullen we mee beginnen? Karper. Karper. Dat is goed. We beginnen met karper. Ik wil jullie trouwens even attenderen. Want dat hadden jullie waarschijnlijk al doorgehad. Deze wedstrijd is volledig gesponsord door Shimano. Chris van Shimano is hier aanwezig. Dus ik ga even een applausje geven. De grootste karper is gevangen. John Blankenstein, 85 centimeter. Nice. Lekker hoor. De grootste winder is een zeer grote winder gevangen. Van maar liefst 59 centimeter door 10 vissticks. Bijna wel een record. Nice. Leuk. Er is ook echt een monsterbrasem gevangen. Batra Amsjes, 61 centimeter. Lekker. We beginnen met de derde prijs. Deze. Het zijn twee geweldig mooie Aero X1. Raad naar Ben & Sen met 237 centimeter. En ik zal zeggen dat Ben & Sen echt een ongelofelijke mazzel hebben. Want het zat heel dicht op elkaar. En eigenlijk, ja, jullie zijn safe by the bell. Want we zijn streng geweest. Er is de kerel die op dit moment mijn camera vast heeft, die haakte om 1 over 3 een roofblij van 66 centimeter. Dat is tevens de enige roofblij die vandaag is gevangen. Dus, nou ja. Ja, het is wel zo eerlijk gegaan, dus wij geven ze wel de prijs voor de grootste roofblij, omdat het ook de enige is. Maar ja, jullie hebben met 1 minuut dus de derde prijs gewonnen. Alles wat er zijn had. Bij expres gedaan hoor. Ja. Lekker jongens. Dan, spannend. Heel spannend. De tweede prijs, Team Shimano, Daniel Weijers.
Maar wij doen het. Ja, maar klote, ik denk al. Wij, als we mee hadden gevist, hadden we de tweede prijs gepakt. Dat wil ik wel even noemen. Wij hadden niet gewonnen. Er was één team die heeft mega goed gevist. De eerste prijs die gaat naar team Batra Alsjes. Winnaars hier zo. De tweede prijs gaat naar team Dobbers onder. Die hadden 5 centimeter minder gevangen dan Chris en ik. Nou, dames en heren. Mooi. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. We gaan in juni of juli de volgende wedstrijd organiseren. Wordt de streetfishing wedstrijd. Ja, de volgende keer. Ja, bedankt. Ja, dat was mooi. Heel veel hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Volg natuurlijk ook even de Baarstakelaars en de kanalen van andere mensen. Ik weet niet of er nog YouTubers mee hebben gedaan. Ik zet wat social media kanalen hieronder in de beschrijving. En heel veel weer bedankt. Dat was leuk, gezellig. Bedankt voor alles weer, maat. Was leuk. Ja, dat was leuk, man. Ja, zeker. Ja, ben je herhaaldelijk vatbaar, denk ik. Ja, mooie dingen. Ja, zeker. Proost.